Een hele goede middag. Mijn naam is Eduard van Nieperen. Ik ben makelaar bij Ellen Mauthaar Makelaardij. En welkom bij deze live streaming bezichtiging. Ik zie dat de camera een beetje scheef hangt. Ik ga proberen het toch op deze manier te doen, want hij laat een beetje mij in de steek. En nogmaals welkom bij de live streaming bezichtiging. Vandaag in de vesting. Bij een. Nou, ik heb een beetje problemen met mijn camera. Maar goed, ik blijf het op deze manier even proberen. Hier achter mij zien jullie Adriaan Dortsmanplein nummer 8. Gelegen in de vesting. Prachtige historische vestingstad. En ik ga deze live bezichtiging gebruiken om jullie wat meer te laten zien van dit huis. We hebben hem sinds deze week in verkoop op Funda staan. En door middel van deze livestreaming bezichtiging wil ik je dus, zoals gezegd, wat meer laten zien van het huis en de omgeving. Het huis ligt zoals je wel aan de straatnaam, ik moet even opzij voor een busje. Aan de straatnaam kunt herkennen aan een plein. En dat is dus Adriaan Dortsmanplein met aan de overzijde de Promerskazerne. Met een groot plein waar je op zaterdagochtend de weekmarkt in de vesting hebt. En daar kan je dus elke zaterdag heerlijke dingen halen. En dat doe je gewoon door alleen maar de deur uit te stappen. Want daar is die. Het huis waar ik het vandaag over ga hebben. Bord hebben we op het raam geplakt om het herkenbaar te maken om welk huis het gaat. En het is een huis wat gebouwd is begin 1906 om precies te zijn. En is een aantal jaar geleden volledig gerenoveerd. Volledig dubbel glas. De kap is aangepakt, voldoet gewoon compleet aan de eisen van deze tijd. En het leuke is, je zag net in beeld dat er dus een parkeerterrein aan de voorkant bevindt. Maar het huis ligt precies op een plek, en zoals je nu kunt zien, waar je geen auto's hebt staan. Dus je kijkt hier tussen de geparkeerde auto's door het plein over naar de Promerskazerne. Nou, ga je hier de hoek om, loop ik even een stukje naar voren weer. En ik zou die kant op kijken. Dan hebben we daar het plein waar de Utrechtse Poort ook bevindt. Dan gaan we linksaf het straatje in, dan komen we op de Marktstraat. En daar, daar vind je onder andere een aantal terrasjes, gezellige terrasjes, restaurants waar je heerlijk kunt eten. Maar ook een Albert Heijn om de hoek. We gaan naar binnen. Een overdekt entree zoals je hier ziet. Het schilderwerk is recent nog helemaal uitgevoerd. En als we binnenkomen dan hebben we in eerste instantie een tochtportaaltje. Zoals je vaak in de vooroorlogse bouwen ziet. Ik heb de deur al even opengezet. Dat deur zie je hier rechts met glas. Dus er komt ook gewoon daglicht de hal in. De deur met de spiegel waarin je mij nu kunt zien. Daar is het toilet. Een leuk raampje waardoor je naar de keuken kijkt. En dat geeft dus ook vanaf de achterkant van het huis voldoende lichtinval in je hal. Leuk doorkijkje. Van oorsprong was daar de deur naar de keuken, maar nu de deur opengemaakt is naar de woonkamer, is dat uiteraard niet nodig. De deur piept een beetje. En want de deur naar de hal vanuit de keuken is dichtgemaakt, maar vanuit de woonkamer, zoals je ziet, is de keuken open. Een hele fijne ruimte, zeker doordat die muur dus opengebroken is, pak je de hele breedte van het huis en dat maakt het ruimtelijk en licht.
Nou, ik heb de openslaande deuren even dichtgelaten, want wat ik erg leuk vind ook van dit huis is dat alle ramen een roederverdeling hebben. En dus je hebt de kleine raampjes en dat zie je aan de achterkant, dat zie je aan de voorkant en ook boven. Nou, dit zijn dus openslaande deuren, dus in de zomer kun je de tuin, ga ik straks even inwandelen, uiteraard bij je leefruimte betrekken. Nou, hierachter, daar is de deur waar ik de hal in kwam of uitkwam. En zo kun je zien dat de voorkamer en de achterkamer van elkaar gesplitst zijn. Het is een doorloopje. Dit doorloopje die brengt je naar de voorkant van het huis. En daar is dus een aparte zithoek. De zithoek en de eethoek zijn dus van elkaar gescheiden. Hier in het midden, onder de trap naar de eerste verdieping, wat bergruimte. De huidige eigenaar heeft daar onder andere zijn printer staan. Ja, en die zitkamer, dat is echt een heel gezellige plek. Heel charmant. Met hoge plafonds. Precies de hoogte weet ik even niet uit mijn hoofd, maar we hebben platte gronden op de site staan. Daar kan je ook de hoogte van het plafond terugvinden. Kijk dan gewoon even op de site. Ik heb een linkje van de site in de tekst gezet. En vanaf hier kijk je dus het plein op. Ons te koopbord neemt een beetje het zicht weg. Maar ook hier weer die roederverdeelde ramen. En zoals ik net al op straat vertelde, je kijkt hier het straatje in. Je hebt dus niet direct geparkeerde auto's waar je tegenaan kijkt. Tuurlijk zie je er wel een paar, maar hè, je kijkt er eigenlijk regelrecht het plein op. En de plek waar de mensen nu lopen, daar heb je dus op zaterdag de weekmarkt. Nou, deze woonkamer heeft een houtkachel. Goed te gebruiken. En zoals ik al zei, omdat de trap naar de eerste verdieping hier in het midden omhoog loopt, je ziet links hier een klein stukje van de trap, maakt dat een mooie splitsing tussen je woongedeelte, je woonkamer en je eetgedeelte, die direct aansluit op de keuken. Nou, zowel de voor- als de achterkamer zijn vanuit de hal bereikbaar. Hier zie je een van de deuren. En de hele vloer is voorzien van een eiken houten planken. En zo loop ik dus weer langzaam terug naar de achterkant van het huis. En natuurlijk, omdat dat bij de keuken is, zal deze ruimte het vaakst gebruikt worden voor je eettafel. Het leuke van de achterkant is, doordat die splitsing in je woonkamer zit, dat je hier helemaal vrij zit. Dus mensen die voor het huis langslopen, kijken niet direct bij je op je tafel. Ja, en wat je natuurlijk ook wil als je in de vesting woont, uitzicht op de kerktoren van de grote kerk. Die zie je hier dus vanaf de achterkant. En ook hier zit je achter heel vrij. Niet het gevoel dat achterburen direct bij je naar binnen zitten te kijken. Ik zal even de tuin inlopen via de deur in de keuken. Nou, dan zie je dat er een mooie wit geschilderde schutting rondom is geplaatst. En rechts zie je een deur, dat is de deur van de schuur. En hier kijk je toch ook best in het groen van de heggen en de begroeiing van de omliggende tuinen.
naar de tweede kerktoren in de vesting. En je ziet hier hartstikke rustig. De voorkant, het marktterrein en parkeerterrein is soms wat drukker. Maar hierachter zit je heel fijn rustig. Goed op de zon. De zon die werkt vandaag niet helemaal mee, het is een beetje bewolkt. Hier zie je dan de achterkant van het huis. Met tweetal dakkapellen op de eerste verdieping. En daarboven zie je ook nog een dakkapel. Ga ik je straks laten zien. Nou, vanaf deze hoek heb je ook wat beter nog het zicht van het keukenblok. Keurige keuken. Uiteraard vaatwasser erin, combimagnetron, ingebouwde koelkast, een koeker. En aan de andere kant zie je nog een deur, deze deur. Dat is een ingebouwde kast. Daar heb je nog wat bergruimte. Hele gezellige kamer is dit. Met voldoende ruimte. Nou, je ziet nu er is hier nu een ronde tafel geplaatst. Je kunt er ook prima een rechthoekige lange tafel plaatsen eventueel. Nou, dan gaan we naar boven. En de trapopgang naar boven die is ook afgesloten. Ik ga even draaien. Met één deur. Dit is de deur naar de woonkamer. Hier in het midden, zoals je ziet, de deur naar de eerste verdieping. En daarnaast dus de deur waar ik net doorheen kwam, naar de eetkamer. We gaan naar boven. En hierboven is een goed formaat overloop. Het is niet zo dat je hier elkaar in de weg loopt. En hier vandaan zijn er dus twee slaapkamers op de eerste verdieping. De trapopgang die zit achter deze deur naar de derde slaapkamer. Links daarvan een deur die geeft toegang tot de wasruimte. Daar heb je dus wasmachine, droger die daar staan, apart toilet en de badkamer. Ik ga ze allemaal laten zien. Tenminste, de kamers. Hier aan de voorkant. Echt een goed formaat slaapkamer. Een slaapkamer die over de hele breedte van het huis is gesitueerd. Heeft twee dakkapellen. Deze dakkapel en een dakkapel. En die is een beetje weggewerkt. Want je hebt hier een bedstee. Echt een superleuk plekje in het huis. En hier zie je dus een stukje van het tweede dakkapelletje. Er is hier tegen de wand een bedstee gemaakt. Met links een deur naar een vaste kast. Ook hier weer prettige hoogte. Als dat te zien is op beeld. En het is ook een lekkere, prettige, lichte kamer. En omdat je hier wat hoger zit, dan kijk je mooi op het groen van de bomen. Tegenover het huis. En achter dat groen, daar vind je dus de vestingwallen. Waar je heerlijk overheen kunt wandelen. Aan de andere kant is een mooi bureau geplaatst. En het is allemaal prettig licht afgewerkt. Dus dat is de eerste slaapkamer aan de voorkant van het huis. Nou, hier dus de overloop. Dit is de deur naar de volgende verdieping. Die ga ik straks naar boven. Een kast waar de wasmachine droger is geplaatst.
een apart toilet. Die vinden we achter deze deur. Ga ik nu even niet laten zien, want dat is echt wel op beeld altijd lastig vast te leggen. Die laat ik graag zien op het moment dat we een afspraak hier zouden hebben. En een modern afgewerkte badkamer. Nou, de badkamer die heeft, zoals je hier ziet, een wastafelmeubel. Met een spiegelkastje erboven. En een douche. En de douche die is in het bad. En er is hier een hoekbad geplaatst. Ideaal met jonge kinderen. En vanaf hier dus ook het leuke zicht weer op, daar is die weer, de grote kerk. Ik weet niet of ik het al verteld had, maar het hele huis heeft dubbelglas. Er is hier ook een handdoekenradiator, die zie je hier links. En wat ik dus al zei, het toilet zit hier apart, rechts achter de deur die we hier zien. Dan hebben we op deze verdieping nog een tweede slaapkamer. Dat is de kinderkamer op dit moment. Prima maatvoering ook weer. Met die tweede dakkapel die we net vanuit de tuin zagen. Alle wanden zijn hier glad gestuukt. Dus mocht je het een kleurtje willen geven, dan is dat heel makkelijk eenvoudig over te sausen. Nou, zoals beloofd ga ik via deze deur naar de derde slaapkamer en die vinden we op zolder. Dus de trapopgang is af te sluiten met de deur. Gelakte trap. En een hele fijne zolderkamer. Met aan de voorkant een groot dakraam. Met ook weer zicht in het groen. Daaronder knieschotten, zoals we dat dan noemen, met bergruimte. En zoals je ziet, er past prima een breed tweepersoonsbed in. Een dakkapel aan de achterkant met uitzicht over de daken van alle historische panden van de vesting en uitzicht wederom op de kerktorens. Superleuk uitzicht. Nou, deze kamer die heeft ook een wastafelmeubeltje. Even een beetje afstand nemen. Rechts, daar zie je nog wat bergruimte. Daar is voldoende ruimte nog gecreëerd. En links dus een wastafeltje. Als je logees hebt of je gebruikt deze als hoofdslaapkamer, dan is dat altijd wel prettig als er ook een wastafeltje is. Nou, en hier de nok de hoogte gehouden, dus dat houdt het ook lekker ruimtelijk. Ik werk niet met groothoeklenzen of iets dergelijks. Dit is gewoon de standaard lens. Dus dat is de zolderkamer. Nou, voor mensen die net zijn ingeschakeld, ik ga nog even de ruimtes langs op de eerste verdieping en de begane grond.
ga ik iets sneller doorheen dan aan het begin. En maar het filmpje is straks ook weer terug te zien op de site van het huis. En die website die heb ik in de tekst erbij geschreven. Even kijken. Dan hier de slaapkamers op de eerste verdieping. Dit is de grootste op de eerste verdieping. Mooi formaat over de hele breedte van het huis. Met een tweetal dakkapellen. Deze. En links in de bedstee. Want deze kamer heeft dus een bedstee. De tweede, die is ietsje smaller. En alle ramen hebben dus die leuke roederverdeling. Nou, de bedstee heeft daarnaast ook nog een vaste kast. Nou, aan de achterkant is ook nog een slaapkamer. Daar loop ik nu even naartoe. De kinderkamer op het moment. En qua formaat prima. Het past gewoon heel goed een bed in. Een losse kast staat er en een bureau. De maatvoering, ook die kun je terugvinden op de site van het huis. Ja, het ziet er allemaal gewoon heel verzorgd uit. Heel fijn. Altijd bij deze huizen. Nou, hier de badkamer. En ik vertelde net, de badkamer heeft een wastafelmeubel, zoals je hier kunt zien. En een lichtbad douchecombinatie. Netjes wit betegeld. Spotjes in het plafond. Voor voldoende licht. En het toilet, die is apart. Dus die is separaat van de badkamer. En die zit achter deze deur. Nou, daarnaast een kast waar de wasmachine en droger zijn geplaatst. Dit is de deur naar de zolder waar ik net ben geweest. En dan loop ik nog even met jullie door naar de begaande grond. Nou, die trapopgang naar en van de eerste verdieping, die is af te sluiten door middel van een deur. Hier rechts zie je die. Tenminste, ja, daar is die. En vanuit de hal heb je dus de entree met een tochtportaaltje. De hoge lambrisering en een deur naar de kamer aan de voorkant. Hier die deur naar de verdieping. En een deur die je brengt naar de kamer aan de achterkant. En die kamer aan de achterkant, die is dus, ja, ik kan wel zeggen, samengevoegd met de keuken. De keuken is opengebroken. Met inbouwapparatuur. De dubbele deuren die je open kunt zetten bij het mooi weer. Dan trek je de tuin bij je leefruimte. Fijne besloten tuin. Met een houten schuur. En wat ik zelf heel erg leuk vind, is dat de voor- en de achterkamer van elkaar gescheiden zijn. En dat zie je hier. De trapopgang naar de eerste verdieping, die zie je hier schuin naar boven doorlopen. En je hebt hier dus een doorloopje naar de kamer aan de voorkant. En dus je hebt de zitkamer en je eetkamer enigszins van elkaar gescheiden. Ja, dit is gewoon een hele gezellige zitkamer met uitzicht over het plein. Groot raam, hoog.
En hier de gezellige houthaard. En dat is dus het huis aan de Adriaan Dortsmanplein nummer 8 in Naar de Vesting. Vanaf volgende week kunnen we je het huis ook laten zien. Neem dan contact met ons op, dan maken we graag even een afspraak. En dan kunnen we er samen of met een van mijn collega's door het huis heen lopen. Heb je vragen, kun je die stellen. En onze contactgegevens die kun je vinden op de site van het huis. Wat ik al zei, adriaandortsmanplein8.nl. En daar vind je dus ook de plattegronden met de maatvoering. En overige informatie uiteraard vind je daar ook terug. En mis je nog iets, neem dan ook even contact met ons op. Dan kunnen we de vragen beantwoorden. Nou, voor nu dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.